Zit je lekker in je tuin? De een na de ander komt over. Daarachter heb je weer een nieuwe. Het gaat de hele dag door en het houdt nooit meer op. Dat doen ze om een paar procent minder licht op de aarde te krijgen. Ondertussen spuiten ze onze regen weg, hè? Regent het niet meer. 0% water op de aarde. Onze bodem gaat gewoon kapot. Speciaal, hè? Osmatische balans aan de teringhopen. Kunnen de planten geen voedingsstoffen meer opnemen? Dan sterven ze vanzelf. En dan krijgt het klimaat het schuld. Klimaat? Milieuvervuilers zijn het. Europese, weet ik wat het ook is. En je weet het, hè? Toen ze Pim door de kop hadden geschoten, ging in één keer de poort niet meer los, na 30 jaar of zo. Ging de poort even niet los. Maar de Telegraaf kon wel even een foto maken dat hij daar lag. Terwijl, normaal als er een dooi is, dan zetten ze hem niet helemaal in beeld. Maar Pim moest eventjes laten zien dat hij dood was. Is de hoop weg? Was de hoop weer voor een tijdje verdwenen? Dat zijn moordenaars voor mij, hoor. En vooral met die 9-11 daarna. Ik had een vriend in Zutphen, een vriend, die ging de dag daarna ging hij naar het politiebureau, ging hij vertellen dat het nooit die man in die grot kon zijn. Nou, ze hebben hem opgepakt, ze hebben hem opgesloten en hij mocht er alleen uitkomen als hij elke maand een spuit kwam halen. Dan moest hij toegeven dat hij in de war was. Nou, als je nu op internet kijkt, heeft hij gewoon gelijk gehad. Wat die ellendelingen en... De dag nadat die gebouwen ingestort waren door die vliegtuigen, 3 gebouwen, 2 vliegtuigen, toen hadden ze de lijst al klaar van alle landen die ze gingen vernietigen. Waaronder Syrië. Nou, dat lukt dus momenteel niet echt. Dus ze flippen helemaal de pan uit. Waarom? Het gaat alleen om een olieleiding. Of Irak er mag leggen of Saudi-Arabië. En daarom gaan ze nu al deze mensen hier naartoe brengen. Oh, het zijn maar nare mensen, hoor. En ze hebben 300.000 christenen vermoord, hè? 300.000 christenen hebben ze vermoord. In Aleppo en eromheen. Gewoon weggekeken hebben ze, onze overheid. En nu hebben ze de terroristen geld gegeven en wapens en Toyota's en hele teringzooi. En nu zitten we met de ellende. En ze gaan er gewoon mee door, hoor. Want ze willen gewoon George Soros. Vindt dat mooi, man. Die klote George Soros. Ik ben blij dat Viktor Orbán ons helpt. Als je mij als nationalist uit wil maken, nou dan ben ik het. Want ik ben voor de natuur, ik ben voor Jezus Christus. Ik ben voor de Heilige Geest, ik ben voor alle bomen, alle planten, alle dieren, alle bloemen. En alle mooie blanke vrouwen. Respect voor Tommy Robertson. Respect, jongen, dat je dat voor die kinderen opneemt, jongen. Oh, jij bent onze held. The Lion. Joehoe. Wacht maar. Daar krijgen ze nog spijt van. En ze zijn bang, hoor, daarbovenin. Want ze weten dat ze het geloofwaardigheid hebben verloren. Ze hebben ons in een waan willen brengen. Nou, ze zijn zelf in een waan geraakt. Artikel 7 van GroenLinks. Nou, GroenLinks kan van mij, huigelaars zijn het. Nou, dat wil ik even kwijt. Ze worden de hele dag weer bespoten. Ze vermaken onze aarde stuk. Honden zijn het. Kanker u.